CLO voorzitter Hooghart heeft in een brief aan minister Amoksi gevraagd mee te werken aan de wenselijkheden van de arbeidersklasse. De bond merkt dat de landsdienaren in hun strijd voor betere levensomstandigheden op zeer dictatoriale wijze worden bejegend op het ministerie van Justitie en Politie. De bond is op de hoogte gesteld als zou de leiding op het ministerie werkenden vrees aanjagen als ze het kantoor willen verlaten. CLO omschrijft dit als machtsmisbruik. Hooghart doet een beroep op de minister om de onvrede niet verder aan te wakkeren. De Stichting Groei en Welvaart Suriname, SGWS, heeft minister McKendrew afgelopen woensdag geïnformeerd over haar activiteiten en plannen. De voornaamste activiteit is het verwerken van verschillende vissoorten tot eindproducten die lokaal worden verkocht en ook worden geëxporteerd naar Europa, China en Trinidad en Tobago. De stichting maakt zich nu sterk om ook te investeren in landbouw- en tuinbouwproducten. En de stichting ziet graag dat het ministerie haar activiteiten ondersteunt. En het bureau kwaliteitsmanagement van het kabinet van de president organiseert deze week een tweedaagse training klantgericht communiceren. Het personeel van het kabinet krijgt tijdens deze training de nodige communicatiemiddelen aangereikt, waarmee de communicatie met zowel burgers als collega's wordt verbeterd. Voor wat betreft de klantgerichtheid gaat het om een zodanige behandeling van de klant, zodat die tevreden is.